Ik wil je wat vertellen over de reuzenpannenkoekplant. Of de peperomia, zoals de Latijnse naam heet. En we smokkelen ook een klein beetje, want het is officieel geen pannenkoekplant, maar hij heeft wel dezelfde frisse uitstraling qua blad wat op zijn pootje staat. En hoe kan je nou zien dat dit geen officiële pannenkoekplant is? Dat komt omdat die een puntje heeft aan zijn blad. Daarom wordt hij ook wel raindrop plant genoemd. En een pannenkoekplant, dat blad loopt altijd helemaal rond. Nou, dit is nu echt typisch zo'n plant voor als je niet heel veel plek hebt, maar wel lekker dat frisse groen in huis wilt hebben. Dan is deze echt geschikt. Hij wordt maximaal 30 centimeter hoog, dus het wordt geen uit de kluiten gewassen plant. Maar hij geeft wel echt dat hele lekkere frisse gevoel. Qua verzorging, wat lichtere plek mag, wat donkerdere plek mag ook. Hij komt officieel komt hij uit Zuid-Amerika, Peru, Colombia, daar groeit hij in de tropen. Onder bomen als onderbeplanting. Dus hij is wel gefilterd licht gewend. Dus niet direct zonlicht. Zorg daar thuis ook voor. Klein beetje ochtendzon mag wel eens af en toe. Maar hou daar wel een beetje rekening mee. Hij komt dus uit de tropen. Dus dat betekent een hoge luchtvochtigheid. Dat kan je doen door hem af en toe een beetje te sproeien. Met een sproeiertje. Maar je kan er ook voor zorgen dat je bijvoorbeeld een bakje water in de buurt zet. Dan verdampt hij wat constanter en dat is uiteindelijk effectiever, want sproeien is natuurlijk na een paar minuten weer verdwenen. Water geven, ik zou zeggen 1 keer in de week, 1 keer in de 2 weken. Hij mag wel een klein beetje opdrogen, voel dan ook weer eens eventjes. Hij mag best een beetje opdrogen, maar let wel, er mag geen laag water in de pot staan, want dan gaan op een gegeven moment zijn wortels rotten. Heel eenvoudig, haal hem af en toe eruit, zit er een laagje water in, gooi het eruit en dan zet je hem weer terug. Al met al een hele leuk, frisse, decoratieve plant. Zeker voor een plekje waar je geen hele grote plant kan hebben. Ik zou zeggen tot de volgende keer. Doei doei!